Het truckcrossproject is zeer uniek, ja. Maar dat komt ook door mijn eigen enthousiasme. Ik vind het gewoon super gaaf. Ik ben gek van crossen. En van auto's, motoren, noem maar op. Dat komt mooi aan sleutel. Ik wil een mooi projectje van maken. De wielen zijn er al af. Nou, het begint natuurlijk met die banden die aangepast moeten worden. Dus daar gaan we nou deze week mee aan de gang. Vervolgens de remmen. Nou, er zit genoeg roest op. Ze mogen alles schoonmaken. Het moet allemaal goed functioneren. Ja, fantastisch mooi project. Ja, dat je zelf aan kunt knutselen. En dat je iets in de praktijk mag doen in plaats van in de theorie. En dan uiteindelijk natuurlijk het crossen zelf. Mijn naam is Bram Heuvel. Ik werk op het ROC van Twente. We staan hier in de Truck Academy. Ik leid de jongens op tot de vrachtwagenmonteur, een bedrijfswagenautotechnicus. We hebben een truck gekregen vanuit het bedrijfsleven. Daar maken we een super mooi project van. Daar kunnen ze mee gaan crossen. Ja, Mercedes. Er zijn vaak de meningen over verdeeld, maar ik vind het wel een mooie auto. En mijn Duitse puntelijkheid is dat. Ja, dan moet er een rolkooi op. Dan moet er een veiligheidsstoel moet erin. En gordels, denk aan de gordels. De brandstoftank die moet verplaatst worden, dus die moet midden op het chassis gebouwd worden. Er moeten beveiligingsbalken langs voor het inrijden, zodat ze elkaar niet kunnen raken en dat de wielen niet direct beschadigen. Ja, crossen Dakar is wel mooi, maar dat moet wel jagen. Navigator, dat lijkt me niks aan. En je Volvo gaat er was beter geweest, maar ja. De cabine moeten we inpakken met helemaal een kooi aan de buitenkant. Nou, dat is veel lastwerk. Brandstofsysteem moet verhuisd worden dus. En de accu's moeten verplaatst worden. Ja, het moet allemaal gewoon, eigenlijk alles moet aangepakt worden om die truck goed te krijgen. Samen sleutelen, daaraan vind ik mooi. En dan zijn de cliënten ook het heel voertuig kennen en dat is gewoon een mooi beroep, vind ik uiteindelijk zelf. Ik hou van om handen vies te maken en gewoon hard werken. Maar laten we maar eerst even rustig beginnen. Dit is een mooi project om mee te starten en voor de jeugd natuurlijk om ze ook te werven. We hebben het eigenlijk ook een beetje als promotiemiddel om te gebruiken om ook te laten zien van wat doet een truckmonteur. Hè? En ook een keer, misschien kunnen we hem een keer bij een VMBO-school neerzetten. Dus kijk, de jongens laten snuffelen aan zo'n auto. Kijk, we komen toch handjes tekort in ons vak. En het is gewoon een super mooi vak. Dus, en dat wil ik ook hiermee laten zien. Die cross die is ik geloof in juni. Wij gaan inzetten op 2024. Gezien het een groot project is en er moet van A tot Z verbouwd worden. Dus 2024 hopen wij aan de start te staan in de hoeve. Ach, dan moet je gewoon bij haar sleutelen, dan kan het echt wel mooi worden hoor. Dus ja, uiteindelijk gaan we hem helemaal gewoon mooi maken. Dan kan je weer een mooi stuk mee rijden. De cross puur wat te passen.